Goedemorgen allemaal en welkom in wederom het webinar van de Ondernemersweek. Het webinaroverzicht van ikwordzzp'er.nl. Leuk dat er een hoop mensen weer zijn op deze ochtend. Dat is een 80 aanmeldingen. Aan de andere kant zit Bas. Bas, zwaai maar eventjes naar het publiek. Bas gaat jullie straks meenemen in de juridische stap die jij kunt zetten als zzp'er. En ik zie weer een hoop mensen die al meerdere webinars hebben gevolgd, waaronder Tom zag ik volgens mij voorbij komen. Tom, leuk dat je er weer bent. Victor, leuk dat je er ook weer bent. Dus ook een hoop leuke gezichten aan de andere kant. Nou, voor de mensen die mij nog niet kennen en voor het eerst inschakelen, mijn naam is Martijn Pennekamp. Ik ben de oprichter van ikwordzzp'er.nl en ik heb het boek geschreven Experttips voor een succesvolle start als zzp'er. Kun je voor de kerstdagen bij bol.com aanschaffen. Of word lid van het ondernemerscollectief, dan kun je de EPUB downloaden. Nou ja, ik ben al 10 jaar lang adviseur voor de startende ZZP'ers. Ondertussen geen ZZP'er meer, maar dat doen we met een team van 9 mensen. We zijn hier met allemaal oud-kamer van koophandel en bankmensen. Helpen we startende ondernemers op weg met verschillende initiatieven die we hebben. Nou, waarschijnlijk zijn jullie wel een beetje bekend met wat we doen. En anders kun je altijd natuurlijk op ikwordzzp'er.nl kijken voor al die informatie die je nodig hebt om succesvol te starten en ook succesvol te blijven. En vooral dat succesvol blijven, daar is dit webinar voor bedoeld. Want juist de juridische zaken worden enorm onderschat. Iedereen begint met gekopieerde voorwaarden, contracten, haalt ergens een gratis download vandaan. En voor je het weet heb je iets wat helemaal niet past bij jouw onderneming. Daar wil ik je voor waarschuwen. Daar gaat Bas je ook van alles over vertellen. Maar voordat Bas mag beginnen van ons, hè, van mij, van ons, van jullie, ga ik even aan jullie vragen. Eventjes, ben even benieuwd wat je leeftijd is. Er komt nu een poll rechtsboven. Dus, het is anoniem hoor trouwens, deze poll. Dus vul hem lekker in. Al ook durf je het niet te zeggen. Dan kan je ook niet zien. We kunnen ook niet zien wie het invult. En voor jullie beeldvorming eventjes wat huishoudelijke mededelingen. Jullie krijgen na het webinar krijgen jullie de link naar de opname van deze video. Kun je nog een keertje nakijken. En je krijgt in die link ook een link naar de handouts. Waar je de handouts kunt vinden van dit webinar. En Bas heeft ook nog een verrassing voor jullie aan het einde. Dan kun je ook wellicht wat meer inzicht krijgen in jouw juridische status. Nou, leuk om te zien dat er toch wel een verschillend groepje mensen is. 38% tussen de 26 en 40. 38% ook tussen de 41 en 60. We hebben een aantal 60-plussers en een aantal jonge ondernemers onder ons. Leuk om te zien. Nou, nog even ben ik benieuwd in welke fase van het ondernemerschap je zit. Ben je nog oriënterend? Ben je net binnen een jaar gestart? Ben je al 1 tot 3 jaar onderweg? Of ben je al 3 jaar of langer ondernemer? Vul het maar even in als je wilt. Ik weet Bas ook een beetje. Nou, hey, we hebben veel oriënterend, Bas. Dus ik denk dat we meer dan de helft van jullie. Nou, heel goed. Ja. Nou goed, in ieder geval veel oriënteerders. Nou, dan denk ik dat je ook heel veel gaat hebben aan dit webinar. Want toen ik voor mezelf begon als ZZP'er, toen ben ik in de juridische valkuil gestapt door helemaal geen algemene voorwaarden op te stellen. Na 3 jaar geen algemene voorwaarden hebben gehanteerd, kreeg ik een zaak, een dispuut met een van mijn opdrachtgevers. En die zei van, ja, jij hebt helemaal geen voorwaarden, dus ik ga het niet betalen. Want jij, je hebt geen poten om op te staan. En achteraf gezien was dat ook zo. Toen heb ik wel algemene voorwaarden op maat laten maken. En die heb ik gedeponeerd bij de KVK. En sindsdien voel ik me iets geruster. Dat als er een keer iemand niet eens is met me, dat ik wel voorwaarden heb waar ik op kan wijzen. Goed, nou we gaan beginnen. Terug naar de chat. Even voor jullie beeldvorming. Oh, ik zie dat Kim er weer is. Tom, die krijg ik al applaus. Hij zwaait. En Jolanda is er. Karin is er. Goed om te zien dat jullie de chat hebben gevonden. De chat is privé. Dus alles wat jullie chatten, chat je alleen met Bas. Ik zit ook op de achtergrond gewoon te werken. Ik ga ook meeluisteren. Mocht er een vraag zijn die ik kan beantwoorden, pak ik hem op. Maar Bas die gaat de vragen beantwoorden vanuit de chat. Maar probeer die vragen een beetje te bewaren tot het einde van het webinar. Want anders wordt Bas erg afgeleid. En dan zitten er dus straks 70 mensen te wachten. Terwijl de vraag wordt beantwoord. Als het kan, dan als het een vraag is wat past bij het onderwerp, dan pakt Bas het natuurlijk prima op. Want dan is het alleen maar toegevoegde waarde. Maar als je specifiek voor jou een vraag hebt, voor jouw dienst of voor jouw product, wacht dan even tot het einde of neem na het webinar contact op met Bas. Zodat we in een uurtje, max anderhalf uur, dit webinar kunnen afronden. Nou, heel veel succes in ieder geval, Bas. Vanuit mijn kant, ik glip er tussen uit. En succes in ieder geval met het overbrengen van informatie aan onze leden en bezoekers.
Top. Nou, een grotere en bredere introductie had ik volgens mij zelf niet eens kunnen doen. Desalniettemin wil ik jullie natuurlijk ook van harte welkom heten vanochtend bij, nou ja, wat Martijn al zei, de eerste juridische stappen voor iedere ZZP'er. Hartstikke leuk om te zien dat er ook een gemêleerd gezelschap is, qua niet alleen leeftijden, maar ook fase van het ondernemerschap. Veel oriënterende mensen gezien. Alleen maar supergoed dat jullie aan de voorkant enigszins iets van inzicht willen krijgen in de juridische kant van het ondernemen. En daar hoop ik jullie vandaag ook wat meer over te kunnen vertellen en wat extra toepassing over te kunnen geven. Ik heb hier even kort een overview gemaakt over wat ik allemaal wil gaan behandelen vandaag. Eerst wil ik wat meer ook over mezelf vertellen. Hoe en wat, hoe ik met HalloLex ben begonnen, wat HalloLex precies is. Een stukje achtergrond over de branche waarin we zitten, dus de advocatuur en nou ja, überhaupt de legal documentation, zoals we dat heel mooi noemen. Voor starters en ZZP'ers. Daarna wil ik een stukje, ja, waar begin je dan en welke contracten zijn er dan van belang? Een stukje AWG. En uiteindelijk, zoals Martijn al zei, wil ik met jullie nog even gaan kijken. En dan heb ik een leuke verrassing voor de mensen die net wat meer inzicht willen krijgen in hun eigen juridische status van het bedrijf. Ga ik eerst even kort wat over mezelf vertellen. Nou, zoals Martijn al zei, Bas van der Werf. Ik ben in 2015 ooit een keer begonnen aan de studie in Tilburg Bedrijfseconomie. Zelf geen juridische achtergrond dus, laat ik dat maar meteen erbij zeggen. En eigenlijk een jaar daarna ben ik begonnen met mijn eerste bedrijf, Wemep. Wemep was een organisatieadviesbureau gefocust voornamelijk op innovatiemogelijkheden door middel van samenwerking tussen bedrijven. Ik koppelde voornamelijk corporates aan start-ups en ZZP'ers ten behoeve van innovatie. Dat 3 jaar geleden gestart, loopt nog steeds. En een jaar later gestart met een investeringsfonds. Waarin we puur belegden voor crypto, ja, in cryptocurrencies voor particulieren. Nou, die markt was natuurlijk helemaal gehyped en super interessant. Maar we merkten toch wel dat daar heel veel, ja, vooral juridische vraagstukken parten speelden. En dat is ook een beetje hoe uiteindelijk het idee van de HalloLex een beetje ontstond. Ik had enerzijds bij Wemep had ik heel erg veel behoefte aan de documentatie, zoals Martijn ook al zei, algemene voorwaarden, geregeld opdrachtbevestiging, in ieder geval gewoon dat dat allemaal goed erbij stond, want dat had ik toen destijds, zoals heel veel mensen dat helaas doen, gekopieerd van een concurrent. Maar ja, dat was natuurlijk niet helemaal the way to go. En bij het investeringsfonds had ik heel veel juridisch advies nodig. Ik stond heel veel in contact met de Nederlandse Bank en de AFM. En dan leer je in één keer, ja, hoe duur een advocaat is per uur. Dus na die 2 ervaringen tezamen dacht ik van, goh, het is eigenlijk zo gek dat er zoveel starters zijn en zoveel ZZP'ers in Nederland die eigenlijk het allemaal nodig hebben, sowieso documentatie en op een moment ook iets van juridisch advies, maar dat dus niet tegen een prijs kunnen krijgen. Ik ging wat meer onderzoek doen over, nou ja, hoe ziet dan die advocatuur eruit? Ja, de advocatuur was eigenlijk heel erg gecentreerd op de advocaat. Je wist dat op het moment dat je ook maar 1 seconde de telefoon pakte, nou, dat durfde je al bijna niet eens te doen, omdat je wist dat dan de teller ging lopen, bij wijze van. En als je natuurlijk net start met ondernemen, of je zit nog in die oriënterende fase en je hebt misschien een keer een juridisch vraagstuk, het is natuurlijk helemaal lastig om dat dus dan goed in te winnen. Naast eventueel googlen en noem het allemaal op. Ja, en wat ik zeg, dat was natuurlijk niet helemaal the way to go, dus daar wilde ik iets aan doen. En voornamelijk de toegankelijkheid van de hele sector een beetje terugbrengen. Je ziet ook hier, dit noemen ze de T-shaped lawyer. In de afgelopen 2 decennia zie je ook een beetje de ontwikkeling van de advocatuur. Je ziet dat voornamelijk in 2000 en 2010 nog heel erg de focus lag op dus echt het stukje ja, kennis van wetgeving. En die is eigenlijk een stukje kleiner geworden in de afgelopen decennia. Of decennium. En eigenlijk zijn er veel meer facetten bij komen spelen. Kijk dan naar inderdaad bepaalde ethiek. Maar ook technologie, legal tech is heel erg groot geworden. Ja, cliëntcontact. En echt afstemmen op basis van je klant. Nou, dus er zijn eigenlijk heel wat dingetjes in veranderd. Alleen ja, de advocatuur doet vaak nog alsof het gewoon nog steeds in de eerste 2 zit. Wat dus niet meer helemaal mijn inziens past bij de markt. Zoals wat ik net al zei, advocaten werken natuurlijk heel veel op basis van uren. En op het moment dat je de telefoon pakt, kan je meteen daarna een half uur aftikken. Dat is ongeveer van 150 of €200. En dat is natuurlijk maar voor één partij heel erg gunstig. En dat is voor de advocaat zelf. Als hij daar meer uur voor doet, gaat het risico niet bij hem, maar bij zijn klant.
En dat is natuurlijk eigenlijk the other way around, zeg maar. Want ja, het risico moet eigenlijk gewoon liggen bij degene die iets oplost. En als hij het er dan langer over doet of minder lang, ja, dat is dan een geluk of een ongeluk. Maar het draait alleen om jou als klant. Die ontwikkeling zien we de laatste jaren heel erg. Dat noemen ze dan een customer-centric society. Dat de klant veel vaker centraal gaat staan. Alles wordt gericht op de klant. Kijk maar naar bepaalde retourbeleiden bijvoorbeeld via Zalando, Bol en weet ik het allemaal wat. Die zijn allemaal erop gericht om het jou zo makkelijk als consument zo makkelijk mogelijk te maken. Maar ik kan je verzekeren dat Zalando bijvoorbeeld met de retourpas een percentage van 50% niet heel tevreden is. Maar goed, dat soort dingen, die ontwikkelingen, die zagen we heel erg. Dus we dachten, nou, we moeten eigenlijk heel erg ervan af gaan stappen. Dat we aanwerken met uren en met onzekerheden voor de ondernemer. En dus die hele barrière, die drempel naar de advocatuur een stukje lager gaan maken. Nou, dat filmpje doet het niet, dus die sla ik meteen over. Hoe ziet dan die toegankelijkheid eruit? Wat ik zeg, hallo Lex. Wat we eigenlijk doen, we hebben een poppetje, Lex. En we willen die zo goed mogelijk en zo leuk mogelijk neerzetten. Om in ieder geval dus die advocatuur een stuk toegankelijker te maken. En nog steeds wel heel erg op de inhoud. Dus stukken over UBO-registers hier bijvoorbeeld niet staan. Blogposts over schijnzelfstandigheid. Voorwaarden. Want, noem het allemaal op. Jij zei, mijn filmpje werkt niet. Je had natuurlijk afgesproken dat je een scherm zou delen van je computer in plaats van de presentatie. Oh. Dus, als je wilt kun je nog overschakelen op je scherm. Is dat niet nodig? Oké, top. Laten we doorgaan. Nee hoor. Succes verder. Nee, ik vind het prima. Joep. En wat ik zeg, voornamelijk dus gericht op die toegankelijkheid. En dat zie je hier ook hopelijk heel erg in terug. We willen echt ervoor zorgen dat mensen gewoon ook bijna weer durven telefoneren. En de telefoon durven te pakken, te chatten. We facetimen soms ook met klanten. Voornamelijk gewoon om die relatie goed te houden. En de stap eerder te maken om juridisch advies in te winnen. Hoe ziet dat er dan in onze oplossing uit? Wat hebben we gedaan? We hebben een webshop gebouwd voor documentatie. Waarin je dus eigenlijk net zoals dat je een paar schoenen koopt bij Zalando. Eigenlijk je algemene voorwaarden bewijzen van via de webshop koopt. En daar direct bestelt. Na je bestelling krijg je dan een online formulier. Waar wij dan het een en ander in uitvragen. En je koopt een contract voor een vaste prijs. Inclusief maatwerkmodule erbij. Die zit in die prijs inbegrepen. En zo zijn alle contracten uiteindelijk op maat afgemaakt. Specifiek voor jouw branche en voor jouw bedrijf. En als we die af hebben, kunnen we die meteen weer in je portaal van Hallolex ook uploaden. Dus de hele verdienstverlening is digitaal. Snel en hopelijk daardoor ook een stuk toegankelijker en makkelijker te realiseren. De gemiddelde prijs van een contract bij ons ligt op €62. Dus dat is net een ander prijsje dan €300 per uur voor een advocaat. En daarmee hopen we dus eigenlijk die hele sector ook weer een beetje op te schudden. En ervoor te zorgen dat voor elke ZZP'er toegankelijk wordt. Om te voldoen aan de juridische implicaties van het ondernemen, zeg maar. Wat ik zeg, de werkwijze even in het kort. Document vinden. Wij staan te springen om op het moment dat jij je ja-woord hebt gegeven om aan de slag te gaan. Wij kunnen aan de slag. We fabriceren jouw contract. En uiteindelijk krijg je een mailtje dat het allemaal klaar staat. Eigenlijk heel snel, heel simpel en hopelijk daarmee een stukje makkelijker. Stukje statistieken. Nou, die zal misschien niet voor jullie geheel nieuw zijn. Dit is de ontwikkeling over de afgelopen 2 jaar van het aantal bedrijven in Nederland. Twee dingen natuurlijk interessant. Zie je dat de grootste groep ondernemers in Nederland de ZZP'ers zijn. Nou, wat ik zeg, dat zal niet geheel nieuw zijn. En B zien we ook dat de snelst groeiende groep de ZZP'ers zijn. Verwacht is zelfs dat die groep de komende anderhalf jaar, dankzij de hele coronacrisis, nog veel meer gaat groeien. Omdat er zowel mensen bijkomen vrijwillig, maar ook gewoon helaas dan in die zin gedwongen. Omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt bij wijze van en dan dit als moment zien om dan toch maar voor zichzelf te gaan beginnen. Dus verwacht wat ik zeg wordt dat die groep nog veel sterker gaat stijgen. En daarom juist zo'n interessante markt en hartstikke leuk om dat te bedienen. Nou, dat zal Martijn natuurlijk net zo kunnen beamen. Deze is dan specifiek ook interessant voor de oriënterende mensen in het webinar. Ik heb even gekeken van wat zijn de stappen die eigenlijk als starter, even los van het juridische,
een beetje neemt. Dus gewoon hoe begin je en hoe, ja, hoe moet je dan verder die stappen maken, zeg maar. En eigenlijk, nou ja, wat ik zeg, stap 1 komt natuurlijk altijd neer bij het idee en het concept. Je hebt uiteindelijk een bepaalde oplossing voor iets, want je loopt iets aan, of je wordt gevraagd voor iets, of noem maar op. Vervolgens ga je kijken of het idee wat je dan daadwerkelijk hebt, ja, ben ik de enige die die oplossing voor me ziet, of zijn er meerdere mensen die dat zien als oplossing, of ja, is er überhaupt een markt voor? Dan ga je gewoon echt een beetje achtergrondonderzoek doen. Dus de volgende stap is een kleine pilot draaien. Kijk eens of de oplossing die je hebt gevonden ook daadwerkelijk iets oplost voor jouw klanten. Dus dat mensen, ja, bereid zijn om ervoor te betalen en er iets mee kunnen doen. Zo kan je ook weer constant een beetje aanscherpen van, oh, oké, nou, die pilotfase, daar lopen nog een paar dingetjes tegenaan. Dus die kunnen we even bijschaven. En vervolgens ben je klaar om echt klanten te gaan bedienen. Het leuke van het ondernemen, en dat is ook eigenlijk de reden waarom ik het in cirkels heb gemaakt, is, dit spelletje is niet één keer te doen. Dus die golf volg je niet één keer. Maar het is iets, een soort van ongoing process. Dus op het moment dat je klanten hebt, krijg je op een gegeven moment vanzelf weer nieuwe ideeën voor je business. Om bijvoorbeeld toe te voegen. Of te veranderen aan je dienstverlening. Of te veranderen aan de producten die je levert of maakt. En dan volg je eigenlijk weer de volgende stappen. En zo ben je eigenlijk constant zo'n spelletje aan het spelen binnen je bedrijf. Van oké, je bent constant bijsturen. En ja, een bepaalde adaptiviteit aan het laten zien en te bewegen met de markt zoals die dan gaat en die voor jou interessant is. Dus dit spelletje is eigenlijk een beetje ja, heen en weer. Vind ik heel erg leuk en hopelijk voor jullie ook een stukje herkenbaar. Wat ik heb geprobeerd nu is, ik heb eigenlijk die vier stappen van het ondernemen en het beginnen met ondernemen eigenlijk een beetje gerelateerd aan vier juridische stappen. We gaan nu iets meer de juridische kant in. Ik wil niet op de vroege ochtend meteen too much in de details gaan, maar we ontkomen er natuurlijk niet aan. Wat ik zeg, links zie je de vier stappen, idee, concept, validatie, pilot en klanten. En vervolgens dus één op één gerelateerd naar het juridische. Ik ga die alle vier even kort behandelen straks. We beginnen bij de basis, daarna bij een stukje AVG. Uiteindelijk ga je naar je opdrachten toe. En stap 4 is eigenlijk van, goh, oké, als ik dan alles in die zin aan de voorkant juridisch al een beetje heb geregeld, waar liggen dan eventueel nog andere risico's? En daar komt dan onze legal blueprint bij kijken, waar ik jullie straks wat meer over ga vertellen. Stukje contracten. Nou, Martijn begon er al over. Ik heb hem al even kort aangehaald. En waarschijnlijk is dit ook het meest bekende contract, of ja, contract is het niet eens, maar het meest bekende juridisch document, voor alle ondernemers die er in ieder geval wel een keer van hebben gehoord, de algemene voorwaarden. Wat ik zeg, het meest bekende, maar tegelijkertijd ook het meest ingewikkelde document. Want ook aan algemene voorwaarden heb je niet altijd iets. Mensen, ja, de opvattingen over algemene voorwaarden verschillen nog wel eens. Soms krijg ik klanten en die zeggen, ja, ik laat mijn algemene voorwaarden nog ondertekenen bijvoorbeeld. Nou, dat is sowieso niet de bedoeling. Sommige mensen die hebben het wel, maar die doen er eigenlijk helemaal niks mee. Ja, dan is het ook niet geldig. Dus wat ik zeg, het is een document dat heel vaak gebruikt wordt, maar niet altijd op de juiste manier, zodat de ondernemer er ook echt wat aan heeft. Wat er in ieder geval voor bedoeld is, is algemene voorwaarden zijn erop gericht om de aansprakelijkheid van jou als ondernemer zo goed mogelijk in te perken en af te dekken. Dat wil zeggen dat in je algemene voorwaarden staan afspraken over betalingen, over leveringen, over herroepingen als je aan consumenten levert bijvoorbeeld. Over incassokosten, over verwachtingen die klanten altijd mogen hebben van je. En, nou, noem het maar op. Volledig gericht op de aansprakelijkheid van jou om die zo goed mogelijk in te perken. En ervoor te zorgen dat jij, ja, zo onbezorgd mogelijk jouw opdrachten kan uitvoeren. En deze liggen dan dus ook altijd, noemen ze heel erg juridisch, ten grondslag aan elke opdracht die je uitvoert. Er mogen dan ook geen kernbedingen in je algemene voorwaarden staan. En dan zie je soms ook wel eens bijvoorbeeld in die documenten staan van, op al onze geleverde diensten is een betalingstermijn van 30 dagen onderhevig, mits niet anders overeengekomen, bijvoorbeeld. Nou, dan kun je dus altijd, stel dat je dus niet met een klant iets hebt overeengekomen, kun je dus altijd herroepen op je algemene voorwaarden, waarin staat, ja, maar luister, je bent akkoord gaan met mijn algemene voorwaarden, en daar hanteren wij dus een betalingstermijn van 30 dagen. Nou, zo moet je dat
zien. Die ligt dus overal aan ten grondslag. Niet verplicht, wel mega relevant en belangrijk om te hebben. Om je zoveel mogelijk te vrijwaren van risico's en aansprakelijkheden. Dan de opdrachtvesting. Ik neem even een korte slok water. De opdrachtvesting. Dat is eigenlijk het volgende contract wat we eigenlijk best wel veel zien, wat in mindere mate geregeld wordt. Zullen jullie misschien ook wel herkennen. Oh, ik zie. Af en toe is het geluid heel slecht. Oké. Misschien kan ik iets stiller blijven zitten. Iets minder met mijn handen. Ik weet niet of dat beter helpt. Wat ik zeg, de opdrachtbevestiging. Voornamelijk, we zien wel eens mensen die dan vragen van, goh, hey, hoe leg jij je opdrachten vast? En die zeggen dan, oh ja, ik bel even met een klant, of ik stuur een mailtje, of we hebben eigenlijk gewoon een hand geschud. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, en hartstikke prima als het op een gegeven moment zo werkt. Dan is het eigenlijk een keertje wachten, totdat er bijvoorbeeld een levering wordt gedaan, en dat de klant zegt, ja, maar hoe is even Klaas, jij zou dit voor mij doen. En dan zeg jij, ja, nee, maar ik zou dat voor je doen. Nou, en dan krijg je natuurlijk een over- en weerwoord over ja, maar en ja, maar. En dan is dus blijkbaar ergens in het verwachtingsmanagement iets misgegaan. Daarom raden we eigenlijk altijd aan om te kijken naar een degelijke opdrachtbevestiging. En dan moet je eigenlijk een beetje kort zien als gewoon een document waarin staat, goh, Piet, Klaas, ik ga voor jou 500 schoenendozen maken. Dat doe ik in deze en deze afmeting, deze en deze kleur. Dan is het klaar en deze oplage. Dat doe ik tegen deze betaling en tegen deze prijs. En mijn algemene voorwaarden liggen hieronder. Die kan je, kan je zien in de bijlagen. En die onderteken je en dan is het klaar. En dan heb je namelijk overal, of je nou producten levert of je levert een dienstverlening, heb je je opdracht heel erg gekaderd, zoals we dat dan noemen. En dan kan er dus achteraf nooit meer verwarring ontstaan over wat je dan daadwerkelijk voor diegene zou doen. Want dan kan je altijd roepen op je luister, we hebben dit ondertekend en dit zou ik voor je doen. Nou, is wel heel erg belangrijk, zeker bijvoorbeeld ook als je dingen maakt die specifiek voor mensen bedoeld zijn. Of als jij bijvoorbeeld heel veel uren kwijt bent bij iets produceren of iets maken of iets onderzoeken. En vervolgens dat de klant zegt, ja, maar dat is niet hoe ik het wilde. En ben jij wel al die uren kwijt? Dus zorg er in ieder geval voor dat je vooraf dat je van tevoren, voordat je iets gaat doen, dus heel duidelijk gekaderd hebt wat je precies gaat doen, zodat daar gewoon geen onduidelijkheden over bestaan. En dat doe je dus bijvoorbeeld in een opdrachtbevestiging. Volgende stukje is eigenlijk in contractenland het stukje samenwerken. Zullen misschien ook best wel wat mensen zijn die misschien in een FOFje zitten, of die een FOF willen oprichten, of ze willen samenwerken met andere ZZP'ers, of noem het dan maar op. Zul ik superleuk, helemaal doen, fantastisch. Je bekende spreekwoord van alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Is natuurlijk ook helemaal waar. Maar we zien het helaas best wel vaak voorkomen en gebeuren. Dat mensen in de goede tijden het allemaal leuk en koek en ei hebben met elkaar. Totdat er bijvoorbeeld een keer in plaats van winst verlies wordt gedraaid. Of de een die steekt veel minder tijd in het bedrijf of in de opdracht als de ander. En er ontstaat daardoor een soort van oneenigheid of discrepantie in verwachtingen, of noem het dan maar op. Daar zitten best wel wat dingetjes in waarvan we zeggen, goh, let daar alsjeblieft op. Je kan nog zo'n goede vriendjes zijn, nog zo'n goede buren zijn, of de relatie kan nog zo goed zijn. Maar dan is het wel heel erg aan te raden om van tevoren dat allemaal goed vast te leggen in bijvoorbeeld een samenwerksovereenkomst. Of in ieder geval in een document waarin je dus heel erg goed zegt, luister, we gaan dit samen doen, dit verwacht ik van jou, dit verwacht jij van mij. En als er bijvoorbeeld dus financiële tegenvallers komen, dan gaan we dat zo doen, of dan gaan we dat. Nou, ook weer gericht op van tevoren een stukje verwachtingsmanagement. En eigenlijk alle contracten en de hele dienstverlening, ook van Hallolex voornamelijk, is allemaal gericht op het voorkomen, eerder dan verhelpen. Omdat het gewoon heel veel scheelt, niet alleen geld, maar ook voornamelijk heel veel stress en gedoe. Let ook daarvoor op. Stel dat je gaat samenwerken, let er dan op om dat wel ook goed contractueel vast te leggen. Ik zie ondertussen een vraag van Jess over de opdrachtbevestiging. Geldt bij een opdrachtbevestiging een akkoord van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever per mail? Ja, dat is zeker akkoord.
Je hebt eigenlijk twee opties. Je kan ook zeggen van goh, onderteken de opdrachtbevestiging. Maar je kan ook zeggen van goh, ik heb hem niet gemaild en ik wil graag een akkoord van je. Dat is ook prima. Dan heb je in ieder geval ook daarin, dat je kan laten zien van goh, hey luister, ik heb hier de opdrachtbevestiging. En je hebt daar akkoord gegeven, zwart op wit, op de mail. En dat is ook gewoon rechtsgeldig. Dus ja. Ga ik door. En vanuit daar gaan we naar een stukje AVG. Oh, een beetje te ver. En ook voor die AVG heb ik een kleine vraag eerst. Want jullie zullen misschien best wel vaak de term de AVG al hebben gehoord. Misschien in de oriënterende fase dus, maar voornamelijk ook als je bent begonnen. Van goh, ja, daar moet ik waarschijnlijk wel iets mee. Maar wat dan? Wat is het precies? En noem het maar op. Best wel verrijkende implicaties. Dus ik vroeg me af, en ik ga daar even een poll voor vragen. Goh, heb jij al iets gedaan met de AVG? Die staat als het goed is nu weer in de poll-sectie. Dus als jullie daarop willen antwoorden, ben ik heel erg benieuwd. Dan neem ik even een slok water. Oké. Nou, ik zie dat voornamelijk 80% die heeft nog niks gedaan met de AVG. Dus daar is nog redelijk wat winst te behalen. En ook sommigen die hebben ook nog niet van de AVG gehoord. Nou, dan hoop ik ook daar wat meer dingen in te zien en voor op te lossen. De AVG, laat ik het daarmee beginnen, staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. En is eigenlijk een beetje in het leven geroepen door bijvoorbeeld bedrijven zoals Facebook en Google en nou, de echt grote reuzen van de wereld. Amazon net zo, die dus heel veel data verzamelen van jou als consument. En dat kan op een gegeven moment echt compleet verrijkend gaan. Dus van waar je bent tot wat je allemaal leuk vindt, de cookies, noem het allemaal maar op. En op een gegeven moment dachten een paar mensen van goh, daar moeten we toch wel wat meer over gaan regelen en gaan doen. En dat hebben ze dan in de AVG vastgelegd. Goed om te weten bijvoorbeeld ook, dan krijg ik die vraag ook wel eens van goh, misschien heb je de GDPR wel eens voorbij zien komen. Wat is dan het verschil? Nou, de GDPR en de AVG zijn gewoon hetzelfde, dus daar zit geen verschil in. De AVG is er dus voor opgericht en voor gericht op de bescherming van persoonsgegevens van jou als consument. En die regelt dus alles omtrent daarmee. En de toezichthouder van de AVG, dat noemen ze de Autoriteit Persoonsgegevens, kan een beetje het gelijk trekken met bijvoorbeeld de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet toe op of je wel een juiste en geregelde administratie voert, of je je boekhouding dus allemaal op orde hebt. En de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, ziet erop toe of jij wel volledig conform de AVG handelt. Nou, dat is een stukje achtergrond over de AVG. Die is in werking gegaan in mei 2018. Dus dat is inmiddels 2,5 jaar is die van kracht. En zijn er dus bedrijven verplicht bij de wet om te voldoen aan die privacy-wetgeving. Nou ja, we krijgen best wel vaak de vraag van ja, oké, leuk die AVG. Maar ja, hoe zorg ik er dan voor dat ik met mijn bedrijf daar iets mee doe en dat ik daar compliant voor word? En eigenlijk het belangrijkste contract daarvoor, of document daarvoor, is een privacyverklaring. Die zul je ongetwijfeld, of bewust of onbewust, wel een keer gezien hebben. Denk bijvoorbeeld op het moment dat jij op een website komt en je ziet zo'n pop-up over bijvoorbeeld cookies of iets dergelijks. Dan zit er best wel vaak een privacyverklaring ten onder. Hetzelfde bij een contactformulier op een website. Daar hoort in ieder geval, daar moet een vinkje staan van goh, wij verwerken deze gegevens conform onze privacyverklaring. En dan kan je daar naartoe klikken en dan zie je precies hoe en wat. En een privacyverklaring is dus ook erop gericht als zijn een verklaring naar de buitenwereld toe over hoe jij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van jouw bezoekers, je klanten, de mensen die dus iets invullen op jouw website. Noem het dan maar op. En welke doelen daar ten grondslag liggen. Nou. Dus eigenlijk voor de AVG is het belangrijkste document om in ieder geval zichtbaar naar buiten toe te hebben dat je iets voor de AVG hebt geregeld. Regina vraagt: moet je beide hanteren, een privacyverklaring en een cookieverklaring? Ja. Dat is even het hele korte antwoord. Maar vaak, en dat is bij ons bijvoorbeeld ook, bij de privacyverklaring.
zit een verklaring ook een cookieverklaring. Dat is namelijk maar een klein gedeelte daarvoor. Dus zo is het dan ook opgevangen. Ga ik door. Wat namelijk wel grappig was, dit is eind 2019 is dit onderzoek gedaan van Capgemini. En die vroegen dus, noem je nagaan, na 1,5 jaar dat de AVG van kracht was. Goh, hoeveel mensen denken dat ze AVG compliant zijn? En toen zei 69% van de bedrijven, zei, oh, ik ben wel compliant en ik doe alles conform de nieuwe AVG. En in werkelijkheid bleek dat percentage op 31% te liggen. Dus daar was redelijk wat winst te behalen voor eigenlijk alle bedrijven in Nederland. En wat ik zeg, dit was eind 2019. Hopelijk ligt dat percentage nu een stukje hoger. Maar laat alleen maar zien dat er best wel wat implicaties zijn bij de AVG die moeilijk zijn. En die in ieder geval wat aandacht verdienen. De AP, autoriteit persoonsgegevens, is eigenlijk net zo belangrijk als dus de Belastingdienst als toezichthouder. Om gewoon je zaken goed op orde te hebben. Wat wel leuk is, volgens mij zitten er ook best wel een aantal zorgprofessionals in die webinar. En toevallig had ik deze slide daarin zitten. We zitten natuurlijk nu nog steeds een beetje in de tweede golf. Hè. Al mag ik sinds gisteravond volgens mij geloven dat we licht positief de bocht genomen hebben, zoals Hugo de Jonge dat gezegd heeft. En er dus wel enigszins een beetje doorheen aan het wandelen zijn op de goede wijze. Zien jullie ook steeds vaker dat er commerciële teststaten ontstaan. En dat zijn dus buiten de GGD's om, waar je dus voor volgens mij 100 of 150 euro jezelf kan laten testen. De een is nog sneller dan de ander en noem het dan maar op. En dat kan iedereen zomaar starten. Als ik bijvoorbeeld nu zeg van, goh, ik wil ook volgende week een commerciële teststaat starten, dan zorg ik dat er een paar mannen in pakken staan. En ik koop al die dingen in en ik ga dat verzorgen. Alleen er zijn AVG technisch best wel wat implicaties die hierbij komen kijken. En we hebben ze even uitgezocht hoe dat precies zit. Je hebt namelijk binnen de hele persoonsgegevenssector heb je ook verschillende soorten persoonsgegevens. En medische gegevens, dus over iemands gezondheid, klassificeren als bijzondere persoonsgegevens. En dat zijn dan weer echt specifiekere verwerkingsverantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Ik ga even kort kijken wat de chat zit. Oh, Jolanda zegt hi. Hoi Jolanda. ik heb even kort namelijk een vraag hier, ook weer een poll hiervoor. De AP, de autoriteit persoonsgegevens, ziet namelijk toe op, net zoals de Belastingdienst dat doet, hè, die kan boetes geven voor het niet juist naleven of indienen van je belastingaangifte, dus van je omzetbelastingaangifte. Maar ook voor andere dingen die fout zijn via hun of volgens hun. En dat kan de autoriteit persoonsgegevens dus ook. Dus ik heb een poll en ik wil ook daarmee graag vragen aan jullie van, goh, hoe hoog denken jullie dat de basisboete is voor het onjuist naleven van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals dus bijna heel veel commerciële teststaten die nu uit de grond stampen, dat dus allemaal riskeren. Even kijken, wie komt er nu bij het staan? Ik ben heel benieuwd hoe hoog jullie denken dat die boete is. Maar je ziet in ieder geval al, het start bij 15.000, dus het is geen milde boete in ieder geval. Kijken, 60% heeft geantwoord. Inmiddels geantwoord. Zullen misschien ook een paar mensen zijn die geen idee hebben. Ja. Right. Nou. Eigenlijk het grootste percentage zegt 45%, zegt 50.000 euro als de basisboete. Wat ik zeg, hè, dat is dus echt helemaal eronder. En op basis van hoe dan precies die verwerking gaat, hoe dat precies geregeld is en wat ze er precies mee doen, kan die boete dus nog meer oplopen. Met een maximum tot zoveel procent van de omzet en noem het dan maar op. Kim zegt de volgende keer de optie geen idee. Dat hadden we ook kunnen doen, zeker. Maar dan weet ik het in ieder geval nu. Voor de commerciële test en die bijzondere persoonsgegevens is, wat dan de basisboete is, schrik niet. 700.000
Dus er was één iemand die dat goed had. Hartstikke leuk. maar wat ik zeg, dat is natuurlijk, zijn natuurlijk best wel bedragen. En daarom is het ook zo belangrijk, hè, wat Martijn ook al in het begin helemaal zei. Zorg ervoor dat je ja, dit soort dingen, en je krijgt niet meteen een boete, schrik niet. Het is niet dat je één keer je niet voldoet en meteen zo'n boete op de deurmat hebt liggen. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar je riskeert hiermee wel op een onjuiste verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Dus dat is echt wel een niche. Riskeer je een dusdanige boete. In ieder geval, welke boete dan ook vanuit de AP voor de AVG-naleving. Wil je eigenlijk gewoon niet hebben en kan je in principe prima voorkomen. Dus zorg er gewoon voor, steek je kopje in het zand. En zorg er gewoon voor dat je dat soort dingen, net zoals bijvoorbeeld dus bij de Belastingdienst. Want ja, iedereen weet dat je dus een boekhouding moet voeren. En hopelijk verwerk je factuur op een juiste manier en doe je dat net zo goed. Ja, ben je dus bewust van dat het dus volgens de AVG ook zo moet. Wat bij de AP namelijk nog een stukje, ja, wat het nog meer risicovol maakt, zeg maar, is dat mensen een bedrijf ook kunnen melden middels een klachtenformulier bij de autoriteit persoonsgegevens. Dus stel, jij hebt op je website een contactformulier en ik ben een klant en ik zit op je website te surfen. En ik zie zo'n contactformulier en ik wil graag een contactformulier invullen. Maar ik zie dus bijvoorbeeld geen vinkje voor een privacyverklaring. Dan kan ik daarvan dus een melding maken als zijnde privacy schending bij de autoriteit. En dan kunnen ze dus ja, jou gaan controleren bij wijze van. En dat is het ja, fundamentele verschil tussen de toezichthouder als de Belastingdienst en de toezichthouder als de autoriteit persoonsgegevens. Dat niemand extern kan jouw boekhouding inzien als het goed is. Dus niemand weet of jij daar ook aan voldoet of niet. En de enige die dat kan controleren is de Belastingdienst. En die moet jij er dan misschien een keer uitpakken. Maar de AVG is dus ook een stuk meer zichtbaarder naar iedereen toe. Dus ja, derhalve ook wel echt een stuk belangrijker om dat goed te doen. Even kijken. Ik ga straks even in op jouw vraag, Jolanda. Dat is best wel een uitgebreide. Die kunnen we straks gewoon nog goed behandelen. En ik hoor inderdaad dat dus het geluid af en toe niet helemaal perfect is, maar de basisboete was dus inderdaad €750.000. Nogmaals, hè, er zitten dus best wel wat implicaties bij de AVG. En eigenlijk is het ook boodschap, ga er in ieder geval mee aan de slag. Nogmaals, niet meteen schrikken, het is niet meteen dus dat je zo'n hoge boete krijgt, maar wel belangrijk om er aan de voorkant wat dingen mee te doen. Ik heb hier nog even kort het een en ander neergezet over de contracten die we hebben besproken. Algemene voorwaarden, privacyverklaring, opdrachtbevestiging. Geleerd aan die vier stappen in het begin. Waar we dus van eigenlijk basis spelregels met betrekking tot jouw aansprakelijkheid en je risico's. Gaan naar de AVG, dus jouw verklaring aan de buitenwereld over hoe jij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Tot het kaderen van je opdracht. En uiteindelijk gaan we dan naar stapje 4, de risico's. Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die specifiek voor jouw branche. Stel dat je fotograaf bent. Pardon, dan wil je wel kijken dat nou, de foto's die jij maakt. Dat die allemaal eigendom bijvoorbeeld van jou blijven. Dus een stukje auteursrecht. Nou, je wil dat soort dingen allemaal goed kunnen afdekken. Misschien wil je andere bepalingen opnemen. Er zijn nog heel veel dingen natuurlijk die je juridisch kan regelen naast alleen maar deze drie documenten die we hier hebben neergezet. En daarvoor is het ook gewoon van belang om juist dat juridische advies in te winnen. En te kijken waar je dus eventuele risico's op kan afdekken. Komen we eigenlijk bij het leuke, het weggeven gedeelte. We hebben het al even kort aangehaakt. Vooral voor stap 4 van goh. A, wat heb ik dan nodig? En B, waar liggen dan mijn risico's als ondernemer? Hebben we bij HoloLex een legal blueprint ontwikkeld. En die legal blueprint is eigenlijk iets waarin je dus in een oogopslag kan zien. En Martijn die gaat hem straks even delen. Wat precies, ja, waar de risico's voor jouw onderneming liggen. Wat er op basis van je antwoorden nog geregeld kan worden. En hoe je dat het beste kan aanvliegen om zo ja, juridisch gezond mogelijk te kunnen ondernemen. Even kijken, yep. En dan moet je bijvoorbeeld zien als een soort van roadmap. Van goh, we beginnen bij wat zijn precies je klanten. Goh, heb je consumenten als klant? Heb je zakelijke klanten? Lever je aan beide? Daar is het al heel groot verschil in over ja, bijvoorbeeld de voorwaarden die je
creëert en die opstelt. En hetzelfde bij de implicaties van je verkoop. Bijvoorbeeld, doe je dat online? En doe je dat alleen maar fysiek? Lever je iets? Doe je een dienst? Ook heel veel verschillende soorten smaken in. Goh, wat zijn de risico's die ik heb? Ik zei net al eventjes, als je bijvoorbeeld fotograaf bent en je maakt portretten. Ja, dan heb je ook een stukje gezicht natuurlijk erop staan. Dus dat zijn ook persoonsgegevens. Dat moet je allemaal goed afdekken. Een stukje auteursrecht. Noem maar op. En uiteindelijk ook een stukje van, goh, waar wil je er naartoe? En hoe gaan we ervoor zorgen dat je zo juridisch gezond mogelijk ook die kant op kan gaan waar je dan naartoe wilt? Ja, deze. Kort stukje over de samenwerking met HoloLex en het ondernemerscollectief. We hebben voor iedereen die lid wordt bij, of lid is bij het ondernemerscollectief, bieden we een maand gratis. Dat noemen we Vrienden van Lex aan. En dat is eigenlijk een abonnement, juridisch abonnement, voor onbeperkt juridisch advies en korting op onze contracten. Dus stel nou naar aanleiding bijvoorbeeld van dit webinar dat je zegt van hey, ik wil er inderdaad wel mee aan de slag. We hebben twee opties. Ik ga straks een linkje delen naar onze Legal Blueprint. Waarbij ik jullie graag wil vragen om ja, daar in ieder geval naar te kijken. Die kan je zelf invullen binnen 5 minuten. Dan heb je je rapport, die dus straks gedeeld gaat worden, op te krijgen op de mail. En anderzijds, als je dus echt meteen aan de slag wilt, kan je lid worden van het ondernemerscollectief. Volgens mij voor €49 per jaar. En vanuit daar dus een maand gratis juridisch advies krijgen en korting op alle contracten. Zodat je ook niet alleen op het ondernemen een vliegende start kan maken, maar ook voornamelijk op de juridische gezondheid. Wil ik nog even heel kort, net als daarachter geplakt, wat dingen bespreken over, goh, waar lopen veel bedrijven nu tegenaan? En wat zien wij vanuit de markt? Die hoop ik ook weer een beetje helpen. We zien namelijk nu dat heel veel vragen ontstaan omtrent aansprakelijkheid. Van dus bijvoorbeeld klanten niet betalen of ja, hoe gaan we dat zo goed mogelijk afdekken? Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we onze eigen aansprakelijkheid het beste afdekken? Ja, dat daar gewoon heel veel vragen nu over komen. Een stukje resilience, een stukje dus creativiteit en adaptiviteit op de markt. Hoe ga ik ermee om dat ja, zoveel mogelijk dingen relevant blijven voor mijn klanten en voor mijn doelgroep. Soms impliceert dat ook een complete verandering van dienstverlening bijvoorbeeld. Of dienstverleners die in één keer producten gaan verkopen. Nou ja, dat heeft ook juridische implicaties natuurlijk, zoals ik al zei. Het soort verkoop en het soort levering heeft juridische dingen ten grondslag die je dan ook weer apart moet regelen. En stapje 3 is eigenlijk de privacy die steeds ingewikkelder wordt en steeds relevanter wordt. Om dat op een juiste manier te verwerken en ook in ieder geval ermee bezig te zijn. Dus dat zijn eigenlijk de 3 hoofdthema's van vragen die wij nu vaker krijgen. Dus die wilde ik nog even kort met jullie bespreken. En dat was het eigenlijk voor het kennisgedeelte van mijn kant. Ik denk dat ik meteen doorga dan maar met de vraag van Jolanda. Even kijken. Ik heb een privacy- en cookiebeleid van een concurrent overgenomen. Daar staat in dat ik een verwerksovereenkomst met Google moet hebben. Wil ik gebruik maken van Google Analytics? Om bij te houden hoe mijn gebruikers een website gebruiken. Klopt dit? Moet ik zo'n verwerksovereenkomst hebben? Nou, in veel gevallen zal je juist automatisch al, dan dus in dit geval onbewust, een verwerksovereenkomst met Google hebben. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik vind het heel erg riskant om vooral privacy en cookiebeleid van een concurrent ook over te nemen. Omdat dat heel erg afhankelijk is van hoe jij jouw verwerking doet. Voor hetzelfde geld staat jouw concurrent het op een harde schijf. Of op een centrale schijf. Of op in de cloud. Of noem het. Ja, dat heeft andere implicaties dan op het moment dat jij het bewaart op een encrypted USB bijvoorbeeld. Of noem maar op. De verwerking van die persoonsgegevens is gewoon heel erg anders. Verwerksovereenkomsten zijn vrij specifiek. Dus daar niet speciaal naar gaan kijken. Wat ik zeg, vaak onbewust, zeker bij zo'n Google bijvoorbeeld, teken je daar misschien al wel voor. Maar privacyverklaring, dat is ook echt de reden hoe we dat bij Lex doen. Wat ik zeg, we verkopen modelcontracten inclusief maatwerkmodule. En dat komt omdat ik er eigenlijk niet echt in geloof dat de bakker om de hoek, die ook een privacyverklaring nodig heeft, dat zelf kan samenklikken.
Daar zit namelijk best wel specialisaties in. En dat stuk nemen we dus bij elk contract meteen uit handen. Dus op basis van de antwoorden die jij geeft op het online formulier, kan een van onze advocaten zien, oké, zo moet het dus en zo, deze implicaties heeft dat. En zo kunnen we dat dus dan opstellen. En zo weet je dus ook altijd dat het klopt. Want die bakker die hem dan zelf samenklikt, zal dan altijd nog van een soort van jurist een second opinion willen van, goh, klopt het ook daadwerkelijk wel wat ik dan heb samengesteld? Dus juist voor die reden, Jolanda, vinden we het toch wel heel erg fijn als je dat wel specifiek voor je eigen bedrijf samenstelt. Volgende vraag van Harriet. Hoe verhouden de algemene voorwaarden zich tot een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? En kun je alles afdekken in algemene voorwaarden? Om de laatste vraag te beginnen. Nee, je kan niet alles afdekken natuurlijk. Er bestaat altijd iets van risico. Heb je ook gezien, hè, nu met de hele coronacrisis, hoe de overheid dat noemt, ondernemersrisico voor bijvoorbeeld ZZP'ers. Dus nee, alles afdekken kan natuurlijk nooit. Je kan wel zoveel mogelijk afdekken. En algemene voorwaarden, bijvoorbeeld de verhouding tot een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De meeste verzekeraars vragen zelfs om een verplichting van algemene voorwaarden voordat jij een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Om dus voor de verzekeraar het risico op eventuele aansprakelijkheid zo klein mogelijk te maken. Dus eigenlijk zijn die onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ik denk dat dat wel je vraag beantwoordt. Het is in ieder geval niet of het een of het ander. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Het is niet als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt, hoef ik een algemene voorwaarde meer te hebben. Allerminst. Dat is ook hartstikke goed. Maar wat je ook krijgt is dat mensen nu misschien de neiging hebben om weg te gaan en dan vergeten we het cadeautje. Dus mijn voorstel is om even, in ieder geval die legal blueprint, die ik ook heb laten maken voor mijn bedrijf, om die even te laten zien met een pop-up. En dan kan je daarna door met de vragen. En dan kunnen de mensen die eventueel weg moeten, die weten in ieder geval hoe ze die blueprint kunnen krijgen. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld, ik ben Martijn Pennekamp. Ik ben de oprichter van Ik Word ZZP'er. Bas, die heeft dit webinar fantastisch gedaan. Bas, voor de eerste keer toch zo'n webinar. Dat vind ik echt knap. Bij ons dan. Maar ik bedoel, knap hoe je dat overbrengt. Dus super duidelijk. En ik denk dat er nog best wel wat vragen zijn. In ieder geval, de vragen ga je zo nog beantwoorden. Wat ik even met jullie wil delen. En ik heb hem zelf ook laten maken. Ik word er helemaal schor van. Dat is Legal Blueprint. Die kun je gratis downloaden. Ik heb hier een voorbeeld even getoond. Dus je krijgt als het goed is nu een pop-up. Daar mag je ook naartoe klikken, want dan opent waarschijnlijk een nieuw scherm. En in dat nieuwe scherm kan je dan straks na het webinar, of als je straks uitstapt, je blueprint aanvragen. Kost je niks. Maar het is wel heel gaaf, want je vult een aantal gegevens in. En aan de hand van die gegevens krijg je een advies of je juridisch er goed voor staat, of dat er nog bepaalde contracten voor jouw bedrijf nodig zijn. En die contracten die je eventueel nodig hebt, die staan er dan weer onder. Dus ik vond hem echt super interessant om te ontvangen. Duurt wel eventjes op voordat je hem krijgt, want het is niet zomaar even iets wat in elkaar geprikt is. Er wordt netjes naar gekeken door de heren en dames van HalloLex. Dus doe er je voordeel mee, klik eventjes door op die pop-up. En bestel nu of straks je blueprint, dan heb je in ieder geval wat handvatten om mee aan de slag te kunnen. En Bas gaf het al even aan, hè, de leden van het ondernemerscollectief, een aantal van jullie zijn al lid. Die kunnen HalloLex gratis proberen en die kunnen ook kortingen krijgen op de losse contracten die bij HalloLex te bestellen zijn. En ik raad je aan absoluut om voor maatwerk te gaan. Maar goed, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Trik niet met iets wat je niet weet wat het is. Goed, dat is even deze. Ik heb nog een pop-up. Die doe ik even met afsluiten. Mochten er nog mensen blijven hangen, dan heb ik nog een verwijzing naar de agenda. Onze agenda hebben we nog 2 webinars. Dus je kunt ook naar ikwordzzp.nl gaan/agenda. Dan hebben we nog een webinar over belastingen. En we hebben nog een webinar over AOV en pensioen in 1. Heel interessant ook. Dus als ik aan het einde nog mensen zijn, dan toon ik nog even zo'n pop-up zoals nu. En anders kijk even op ikwordzzp de agenda. Dan hebben we nog 2 webinars deze week die wellicht interessant voor je kunnen zijn. In ieder geval voor de mensen die afhaken in de vragen, heel veel succes met legale ondernemen of legal of juridische ondernemen, net hoe je het wil zien.
Juridisch gezond ondernemen, dankjewel Bas. Ik wens je heel veel succes verder. Blijf vooral hangen als je de vragen en antwoorden van Bas wilt horen op de volgende vragen die er zijn. Want dat kan ook heel interessant zijn. Goed, Bas, ik ben nog even weg totdat jij de vraag hebt beantwoord. Ja, ik was even kijken. Ik was gebleven bij Nicky. Kan ik mijn bestaande juridische documenten ook laten controleren door Lex? Ja en nee. wat ik zeg, laat ik daarmee beginnen. Onze gemiddelde contractenprijs is 62 euro. En wij hebben dat allemaal zo ingericht, dus in een digitale workflow. En ook aan de achterkant bij een van onze advocaten fysiek. Dat het voor ons vaak goedkoper is. En ook voor jou als ondernemer goedkoper is om een nieuw contract op te laten stellen. Dan om contract te laten checken. Waar we wel mee bezig zijn is een Lex Law Check. Om überhaupt te kijken naar voornamelijk AVG-documentatie. Staan de wettelijke vereisten, staan die überhaupt in de documentatie die jij dan al hebt, AVG-gerelateerd? Dus daar kunnen we zeker naar kijken. Maar voor bijvoorbeeld algemene voorwaarden en dergelijke, ja, dat doen we eigenlijk niet. Omdat er niet echt een lijstje is van, nou, dit moet erin staan. Want ja, dat is super specifiek per bedrijf. Ja en nee, een beetje, Nicky. Jelte, even kijken. In hoeverre ben je als verkoper van een product aansprakelijk voor de gevolgen van een ongeluk met zo'n product? Daar ligt er ook weer aan. Lekker in juridische termen te blijven. Je hebt natuurlijk een productaansprakelijkheidsverzekering die je daarbij kan afsluiten. En je kan ook je regelgeving, je afspraken met jouw leverancier bijvoorbeeld, kan je dingen verhalen op je leverancier, mits je het niet zelf produceert. En als je het zelf produceert, heb je natuurlijk dan weer een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die daar een stuk in kan dekken. Dus je kan aansprakelijk gesteld worden, maar dat is dus even afhankelijk van A, de verzekering die je daarvoor hebt, en B, de afspraken die je daarmee hebt met de leverancier. Waar die aansprakelijkheid ligt en verhaald op kan worden. Even kijken. Victor, AVG, gaat het daarbij ook over hoe je offline met plaatsen wil gaan? Dus bijvoorbeeld op papier en mappen. Zeker. zeker. Als jij inderdaad wel gewoon offline persoonsgegevens verwerkt, ja, is dat ook een vorm van verwerking. Eigenlijk is alles op een moment van verwerking kan geclassificeerd worden als persoonsgegevens. Sterker nog, ik zit hier alleen in deze ruimte. En als iemand nu zou zeggen of omschrijven, jongen in blauw hemd, dan is het ook al een persoonsgegeven, omdat dat direct naar mij verwijst als persoon, omdat ik nu de enige ben in deze ruimte. Dus wat ik zeg, persoonsgegevens gaan best wel ver. En dat is dus ook offline, Victor. Tineke zegt dat je de pop-up niet ziet. Kun je hem delen? Ik zal even kort in de chat het linkje ook zetten. Dan kan je hem daar ook meteen aanvragen. Als het goed is, werkt die zo, Tineke. Jalda, kan je wat meer vertellen over geschillen en klachtencommissie? Dit moet ik nog regelen, geen idee. Dan neem ik aan dat je voornamelijk bedoelt op basis van de AVG waar we het over hadden, met die klachtenmelding. Laat ik daar in ieder geval even op ingaan. Jij kan dus bijvoorbeeld als persoon, natuurlijk persoon, kan ik zeggen van, goh, ik ben nu op een website en ik zie de privacyverklaring, die zie ik ontbreken. Of als klant van een bedrijf weet ik van, ja, als ik klant ben, moet jij klantgegevens verwerken voor je administratie. Want ja, je moet een betaling kunnen registreren. Je hebt waarschijnlijk, als je iets verstuurt, heb je mijn adres nodig. Nou, dat zijn natuurlijk al persoonsgegevens. En dat is dus al genoeg. En stel dat ik dus nergens kan vinden hoe je daarmee omgaat. Ja, dan ben ik dus als direct betrokkene, zo noemen ze dat dan, sta ik dus in principe in het recht om daar dus een klacht van te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Hoe dat dan werkt, dat is dan weer een beetje het ding. Ik kan dus een klacht maken en dan kan de AP ervoor kiezen om te gaan controleren en die klacht te gaan onderzoeken. Ja, dat is natuurlijk, er zijn zoveel bedrijven in Nederland dat ze kunnen nooit elk bedrijf afgaan.
Maar je loopt daardoor dus wel veel meer risico. En wat ik zeg, vergeleken bij dus een boekhouding en bij de AP, dat je dus even gecontroleerd kan gaan worden. En dat proces ook weer van, oké, hoe werkt het dan met betrekking tot wanneer krijg je wel een boete en wanneer krijg je nog een waarschuwing? Dat is heel, heel vaak verschillend. Dat is ook niet op één lijn te trekken. Wat bijvoorbeeld wel grappig, of ja, grappig, maar goed is om te weten, is dat stel dat ik als verzoekbetrokkenen, ik wil gewoon weten welke gegevens je van mij verzamelt. Stel dat ik een USB-stick en die USB-stick verlies ik in de trein. Nou, dan heb ik een tijdspanne van 72 uur om mijn datalek, wat dus eventueel een datalek kan zijn, weer een heel ander gebied voor de AP of de AVG, om mijn datalek te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Stel dus dat er allemaal persoonsgegevens op staan, ja, dan ben ik waarschijnlijk verplicht om dat dus te melden. Daar heb ik dus al een tijdspanne voor 72 uur voor. Nou, ook daarvoor bestaan dus bepaalde draaiboeken. Dat stel dat het ooit gebeurt, ja, dat je daar dan wat mee kan en kan op acteren. In plaats van dat je dan in één keer in de stress schiet van, oh jee, en nu? Dus dat, ja, heeft heel veel verdergaande implicaties. Maar sta vrij om gewoon een keer te bellen naar ons. En dan lopen we dat even wel specifiek voor jouw bedrijf eventueel gewoon door. Dat lijkt me ook hartstikke goed en leuk. Ik zie nog een vraag van Tom. Nadat je goede legal documenten hebt en er komt een dispuut, kan dan een willekeurig juridisch adviseur dan iets met jullie voorwaarden? Ja, zeker. Onze voorwaarden zijn natuurlijk gewoon opgesteld naar dato van wat er in ieder geval in moet staan. En wat specifiek is voor jouw bedrijf, branche en noem maar op. En er is geen precies kloppende of format of zoiets voor algemene voorwaarden. Dus het blijft gewoon leveringsvoorwaarden als het ware. Dus ja. Kim, mag je als fotograaf een percentage rekenen waar de klant niet wil dat ik de foto's gebruik voor eventuele promotie? Zeker. Mits dat wel natuurlijk van tevoren overeenkomt. Daar kom je dus weer bijvoorbeeld dus met je opdrachtbevestiging. Of in je algemene voorwaarden kun je dat ook misschien wel regelen. Dat je dit gewoon altijd zegt van luister, als je het niet zo doet, dan geldt dit. Ook weer een stukje verwachtingsmanagement. Dus ja, dat kan, mits je dat van tevoren vastlegt. Ik hoop dat dat zowel Jalda, Tom als Kim jullie vragen beantwoordt. Volgens mij heb ik verder geen vragen voor nu. Ik hoop dat Tineke met de link wat meer heeft kunnen doen. Dus ik denk dat dat het voor nu qua vragen was. Mocht er nog meer vragen zijn of komen, ja, we zeiden het al, hè. Ja, die pak ik wel even. Dat is echt mijn vraag. Heb ik eindelijk ook Dan eens heb een je nog vraag? één Dat vraag zit ik van niet voor Regina. niets. Als ik volgend jaar. Maar ik heb er wel wat Ja, aan gehad. precies. Was daar niet van. Ja. Nee, Regina vraagt als ik volgend jaar pas start en dan Nee, kan heel ik nu goed. dan een lidmaatschap afsluiten en dan in Gelukkig. 2021 opvoeren als kosten. Ja, Regina, dat kan. Je kunt de factuur van het ondernemerscollectief inboeken als opstartkosten. Ook al start je pas volgend jaar. Dus je vult dan gewoon een fictieve naam in als je lid wordt. Factuurtje bewaren, kun je volgend jaar de BTW terugvragen en dan kun je de kosten aftrekken. Dat kan nog ongeveer tot 6 maanden voordat je begint met starten. Dus alle aanloopkosten kun je ook daarvoor voor aftrekken. Dus dat kan. Nou, Bas, hartstikke bedankt voor het webinar. Ik vond het super interessant en duidelijk. Voor de laatste mensen die er nog zijn, en het verrassende is dat bijna iedereen er nog is, dus je doet iets goed, Bas. Heb ik nog even een pop-up weer. Ja, Hopelijk doet hij het. Na de kijk. agenda, zoals ik net al zei, als ik het dan goed heb, hier heb je hem. Hier heb je hem. Ja, die dus. Hij is weg. Dat is raar. Ja, nou, misschien wil jij hem lanceren. Oh, wacht hier, sorry. Ja, ik zie hem. Hij Nou, staat er bij mij nog in. je Zal ik hebt eens het al kijken? gedaan, dankjewel. Nou, heb je nog zoiets van, joh, ik wil Ik heb alles hem. weten over pensioen Ja. en AOV in één. Die wordt volgens mij het mogelijk donderdag. Of vrijdag? Nee, ik ben helemaal een beetje in de war. Ik heb mijn agenda niet voor me. Stom, hè? Maar in ieder geval donderdag en vrijdag hebben we nog een webinar. Die kun je dus via de pop-up die je nu ziet, eventueel de agenda bezoeken en je aanmelden voor dat webinar. Ook weer gratis. Ook weer alleen maar gegeven door leuke mensen. Kim, jij bent er vast wel weer bij. Kim is er altijd bij. Kim, dat is de fotografievraag. Maar Kim, die is trouwe bezoeker van onze events en webinars. Dus dat zou weer leuk zijn als jij er ook weer bij Ja. bent, Kim.
Leuk dat je er ook nu weer bent. Nou ja, voor de andere aanwezigen die nog er zijn, bedankt in ieder geval dat jullie de tijd hebben genomen om dit webinar te volgen. Weet overigens dat als je bijna niet voldoet aan het urencriterium, dat dit soort webinars volgen en de tijd die je stopt in de voorbereiding ook meetellen voor de uren. Dus volgend jaar ook, mocht je net niet aan het urencriterium van 1225 uur komen, dan kun je dit soort webinars ook gewoon invullen voor de tijd die je besteedt aan je onderneming. Dus weet in ieder geval dat. En voor de rest wil ik nogmaals Bas van HoloLex hartstikke bedanken voor de tijd die je gestopt hebt in dit webinar. Dat je ook de moeite hebt genomen om zoveel leuke sheets voor onze leden in elkaar te zetten. En goed voor iedereen die iets wil met documenten of iets wil met je AVG of contracten. Dan weten jullie HoloLex in ieder geval te vinden. Ik ook, want ik heb in ieder geval die blueprint al in de pocket. Dan sluiten we bij deze sluiten denk ik af, Bas. Ik kijk nog heel even naar de chat, maar dat is verder... Helemaal goed, hartstikke dank. Bijgekomen, dus dat is mooi. Wat zeg je, Bas? Nou, ik zie dat Kim in ieder geval van de partij is. Ja. Kim die zegt dat ze niet. Maar top. Kim die zegt dat ze in ieder geval weer overal van de partij is. Goed, allemaal hartelijk bedankt ook voor jullie tijd die je erin hebt gestopt. Nogmaals, Bas, bedankt voor het webinar. En we zien jullie wellicht bij een volgend webinar. Of wellicht wel als lid van het ondernemerscollectief. Geen dank. Dankjewel. Tot ziens. Hoi, hoi. Super. Dank jullie wel. Hoi, hoi.